Tijdens de overgang worden uw menstruaties onregelmatig en blijven uiteindelijk helemaal weg. De overgang is voor veel vrouwen een lastige periode. De overgang vindt meestal plaats ergens tussen de leeftijd van 45 en 60 jaar. U heeft dan geen eicellen meer en de aanmaak van het vrouwelijk hormoon oestradiol daalt. Uw ongesteldheid komt minder regelmatig en kan opeens veel langer of juist korter duren. Soms met heel veel en soms juist met weinig bloedverlies. U kunt opeens gaan gloeien of zweten, waarbij het gezicht, hals en borst rood worden. We noemen dat opvliegers. Ook kunt u 's nachts in bed opeens heftig gaan zweten. Het slijmvlies van uw vagina wordt dunner en droger. Daardoor kan vrijen een branderig gevoel geven of pijn doen. Zorg als u veel bloed verliest dat u ijzerrijk voedsel eet, zoals volkoren producten, bladgroenten, gedroogde vruchten en vlees. Zorg met wandelen, fietsen of een andere sport dat u fit blijft en zorg voor voldoende nachtrust. Draag bij opvliegers kleding die vocht goed opneemt en waardoor vocht verdampt. Bijvoorbeeld katoen, zijde of wol. Als u meerdere dunne lagen over elkaar draagt, kunt u gemakkelijk iets uitdoen. Slaap onder katoenen lakens en dunne wollen dekens. Alcohol, warme dranken zoals koffie en thee en gekruid eten kunnen soms opvliegers uitlokken. Als u dat merkt, neem ze dan niet. Voelt u zich erg onzeker of angstig door de lichamelijke veranderingen, zorg dan dat u dat bespreekt met uw partner, een goede vriendin of met uw huisarts. Met het vrijen kunt u een glijmiddel gebruiken. Ook als u onregelmatig menstrueert, is er nog een kans op zwangerschap. Gebruik een voorbehoedsmiddel tot een jaar na uw laatste menstruatie. Ruim een derde van de vrouwen heeft 5 jaar na hun allerlaatste menstruatie nog wel opvliegers. Medicijnen met hormoon tegen de overgang worden alleen bij ernstige overgangsklachten aangeraden. Probeer ze een half jaar en bespreek dan met uw huisarts of u er weer mee kunt stoppen.